We hebben in Nederland een zevental sleutelgebieden gedefinieerd. Dat is door het innovatieplatform gedaan. Food, chemie, high-tech systems en materials, maar bijvoorbeeld ook financiële sector, daar specifieke niches in. En wij richten ons juist vanuit die kracht van Nederland. En eigenlijk ook altijd op basis van het feit dat wij de toegangspoort tot Europa zijn, specifiek op die zeven sectoren. Nederland is eigenlijk in drie punten sterk. We zijn de toegangspoort tot Europa via Schiphol, via Rotterdam, logistiek. Maar ook steeds vaker de digitale toegangspoort tot Europa. Je ziet ook dat grote IT-bedrijven bijvoorbeeld uit India, die vestigen zich allemaal in Amsterdam. Omdat wij heel snel ICT gebruiken en ook toepassen. Reden nummer twee waarom men voor Nederland kiest is het zakelijk klimaat. En de derde reden, het leefklimaat in Nederland. Ik denk dat die drie elementen ons onderscheidend maken naar andere landen binnen Europa. Je ziet dat in deze zin ook de crisis toch een kans is. Bedrijven zijn zich aan het heroriënteren, kijken hoe ze kosten kunnen besparen. We willen zaken centraliseren wellicht in Europa. Komt er dan één logistiek centrum? Nou ja, dan willen wij dat het in Nederland blijft of in Nederland uitgebreid wordt. Agri- en foodbusiness, daar is Nederland echt zeer sterk in. Met ons kleine landje zijn wij nummer 2 exporteur wereldwijd op het terrein van landbouwgoederen. Kleine bedrijven, grote bedrijven, bedrijven die hun logistiek willen centraliseren of die hun R&D willen clusteren, die zijn allemaal van harte welkom. België is belangrijk, België is ook een concurrent, want bedrijven kunnen natuurlijk ook ervoor kiezen om in de buurt van Brussel zich te clusteren, maar dat houdt ons scherp. Daarom zie je bijvoorbeeld rondom Breda ook heel veel ontstaan op het terrein van logistieke centra. Het is soms samenwerken met België, soms concurreren met België, maar laten we inderdaad niet vergeten dat de ons omringende landen, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, nog steeds verreweg de belangrijkste bestemmingen zijn voor de Nederlandse export. Als je Europa wilt veroveren, kom naar Nederland.